Ze waren het dal doorgetrokken en beklommen de rij rotsen waarvan schoonheid had gesproken. Het was doodstil om hen heen. Zelfs de wind liet zich niet horen. Er schenen geen sterren en er was geen maan. Integendeel, er hing een vreemde dreiging in de lucht die hen scheen te willen waarschuwen. Bovenop de kam stak de knokker als eerste zijn hoofd om de hoek van een vooruitspringende rots. Hij legde eerst een vinger tegen zijn lippen. Wat hij voor zich zag, verbaasde hem. Beneden hem bevond zich een diepe kloof. Het leek of er een scheur in de heuvel zat, waaruit een rode gloed omhoog straalde. Slierten witte walm kringelden uit de spleet omhoog. De vlinder had het goed gezien. Dit moest de vuurspuwende kloof zijn waarover de legende ging. De knokker liet zijn ogen over de rotsen dwalen. Ze bleven rusten op de stenen hut die op de rand was gebouwd. In het licht van de kloof kon de knokker zien dat het een hut was waar geen ramen in zaten. Of er moest zich een raam bevinden aan de kant van de kloof. Op het dak van de hut lagen grote stenen. Als je niet beter wist, zou je zeggen dat het een soort vesting was of een gevangenis. Hij keerde zich om naar Nemo en wenkte hem dat hij naderbij moest komen. Nemo kroop op zijn knieën naast zijn grote vriend. Het bevalt mij niet, zei de knokker. Dit bevalt mij helemaal niet. Er is hier iets aan de hand, maar ik weet niet wat het is. Nemo zweeg en keek naar de hut en de kloof. De knokker had gelijk. Dit was niet gewoon. Vanaf de plaats waar hij lag, rook Nemo de stank die de walm uit de spleet verspreidde. Ze steeg maar heel langzaam omhoog naar de donkere lucht. Wat zullen we doen, knokker? Vroeg Nemo. Gaan we naar de hut? Maar de knokker schudde zijn hoofd. Weer legde hij zijn vinger op zijn lippen. Stil, zei hij. Stil eens. Ze luisterden. Toen hoorde Nemo een geluid. Hij keek de knokker vragend aan. Het geluid dat zij hoorden scheen uit de kloof te komen. Het leek of er iemand of iets zich een weg omhoog zocht. In de stilte was het duidelijk te horen. Wat komt daar in vredesnaam aan? Nemo spande zich tot het uiterste in. Toen schrok hij geweldig, want wat er plotseling over de rand van de kloof verscheen, had hij zelfs in zijn stoutste fantasie niet verwacht. Hij stootte nerveus de knokker aan, maar deze schudde zijn hoofd. Ook hij keek met starende ogen naar het wezen dat uit de kloof kroop. Toen het eenmaal op de rand stond, in de gloed van de rode schijn, konden zij duidelijk zien een geweldig lichaam, bijna twee keer zo groot als dat van de knokker, die toch werkelijk geen kleine jongen was. Op de half naakte romp
stond een enorm hoofd met twee oren als vleugels. Een grote kale schedel overschaduwde een ingedrukt gezicht waarin zich een bek bevond, waaruit twee grote slagtanden staken die als sabels naar beneden groeiden. Twee lange en benige armen sleepten over de grond toen het wezen zich in de richting van de kleine stenen hut bewoog. In een van zijn klauwen hield het een zweep die opgerold om een stok zat. Twee zwaar behaarde poten steunden het geweldige lichaam. Maar het verschrikkelijkste aan het duivelse gedrocht waren de ogen die in het afzichtelijke gezicht stonden. Zelfs op de afstand waarop zij zich bevonden, konden de drie vrienden de felle gloed zien die uit de pupillen straalden. Het leek of er twee poelen vuur in het gezicht dreven. Het gedrocht zag hen niet. Het sleepte zich langzaam over de grond naar de stalen deur in de hut. Voor de hut bleef het wezen staan. Het nam een grote sleutel die aan een zware ketting om zijn hals hing en stak die in het slot. Toen stootte de aapachtige figuur met de zweep de deur open. De drie die op de rots lagen hoorden de krassende stem. Naar buiten, vlug wat! Werken moet je, het is tijd om goud te delven. Terwijl Nemo, de vlinder en de knokker vol verbazing en afgrijzen toekeken, riep het gedrocht nog iets. Het ontrolde zijn zweep en liet deze knallen. De drie vroegen zich af wat dit alles te betekenen had. Toen kwam uit de hut een vermagerde gestalte. De man die zij zagen was gekleed in een rafelige broek. Het onverzorgde uiterlijk van de man wees erop dat dit een gevangene van het aapachtige wezen moest zijn. Nemo zag dat de man het hoofd optilde en willoos in de ogen van het monster staarde. Het leek wel of hij gehypnotiseerd was. Zonder iets te zeggen, dreef het gedrocht de man voor zich uit in de richting van de kloof, na de deur weer op slot gedraaid te hebben. Bij de rand van de kloof gekomen, hoorde zij de stem van het wezen nog eens. Naar beneden, graven zal je, altijd maar graven, zoeken naar het goud voor de dwerg. De man verdween in de kloof. De dwerg rolde zijn zweep op en ging er achteraan. En even later was het weer stil. De drie vrienden staarden zwijgend naar de rode gloed en de witte walm die uit de spleet omhoog kronkelde. De knokker draaide zich om. Op zijn gezicht lag een vreemde trek. Ze hebben dus gelijk gehad, zei hij. De verhalen die in Agressorium verteld worden over de vuurspleten
zijn dus waar. Hij keek Nemo met een frons in zijn voorhoofd aan. En wat ook waar kan zijn, zei hij peinzend, is dat dit een van de mannen van de patrouille is die 3 jaar geleden uit mijn land zijn vertrokken en van wie nooit meer iets is gehoord. Ik kan het mis hebben, maar ik geloof dat ik die man eerder heb gezien. Als ik mij niet vergis, is dat kleine Ben. Maar dan is hij wel erg veranderd. Nemo keek de knokker aan. Als dat zo is, zei hij, is het ook mogelijk dat er in de hut nog meer mannen zijn. De knokker knikte. Dat zou best kunnen, zei hij. Maar hoe komen we daarachter? Nemo keek weer over de rand van de rots waarachter zij verscholen zaten. Er zit een deur in de hut die alleen van de buitenkant open gedaan kan worden, zei hij. Dat is 1. Hij keek weer naar de knokker. En de dwerg heeft de sleutel om zijn nek hangen. Dat is 2. De knokker grinnikte. Dus moeten wij die sleutel te pakken zien te krijgen. En dat is 3. Maar hoe doen we dat? Zei Nemo. Hoe krijgen wij die sleutel te pakken zonder dat dat monsterlijke wezen het merkt? Dat is dan het probleem, zei Schoonheid. Laten we er maar op afgaan, zei de knokker, want ze moeten bevrijd worden, hoe dan ook. Nemo schudde zijn hoofd. Nee, zei hij. Daar schieten we niets mee op. We moeten niet overijld te werk gaan. Als de dwerg uit de kloof komt, terwijl wij bij de hut zijn, konden er wel eens rare dingen gebeuren. Stel je voor dat hij ons ontdekt. Dan zijn we nog verder van huis. Ik weet niet of je het gezien hebt, knokker, maar het leek wel of die dwerg, de man die jij scheen te kennen, betoverde. Het leek wel of hij met die verschrikkelijke ogen van hem je vriend dwong om de kloof in te gaan. De knokker dacht ingespannen na. Maar wat moeten we dan doen? Vroeg hij. We kunnen die man toch niet aan zijn lot overlaten? Bovendien moeten we ook nog op de een of de andere manier over de kloof zien te komen. Hij staarde met een ongeduldige blik naar de jongen voor hem. Laten we eens kalm nadenken, zei Nemo, en geen overhaaste dingen doen. Ik geloof dat die dwerg erg gevaarlijk is. Ze zaten een poosje bij elkaar zonder te spreken. Ieder bezig met zijn eigen gedachten. En ze dachten heel erg na. In de kloof verroerde zich niets. Nemo vermoedde dat die dwerg nog wel een tijdje beneden zou blijven. Hij zou de man, die nu aan het graven was, nooit alleen laten. Hij dacht ook na over de kracht waarmee de dwerg de man gedwongen had. Als hij de kans kreeg ook hen te onderwerpen,
zouden ze nooit meer uit de zwijgende hoogvlakte komen. Ze zouden, evenals de man en de eventuele andere gevangenen, slaven worden van de dwerg. Om over het lot dat de vlinder wachtte, maar niet eens te spreken. Het was nog een geluk dat schoonheid vliegen kon. Plotseling gaf Nemo een lichte kreet. Hij sprong op en sloeg zich met een hand tegen het hoofd. Dat ik daar niet aan heb gedacht, zei hij. Hoe kon ik dat vergeten? De anderen keken hem verbaasd aan. Wat bedoel je? Vroeg de knokker. Heb je iets ontdekt? Niets ontdekt, iets vergeten. Hij keek naar schoonheid. Waarom laten we schoonheid niet eens naar de hut toevliegen om te kijken of er een raam is aan de andere kant van de hut? Zei hij. Misschien kan die ons dan vertellen of er nog iemand in die gevangenis zit. Dat is een idee, zei de knokker. Als er werkelijk niemand aanwezig is, heeft het geen zin te proberen de hut binnen te komen. Dan moeten we alleen maar een oplossing bedenken om die ene man, van wie ik denk dat het kleine Ben is, te bevrijden. Schoonheid zei niets. Ze spreidde haar vleugels en vloog laag over de grond naar de hut toe. De twee achterblijvenden keken haar na. Het duurde niet lang of de vlinder kwam terug. Ze streek neer achter de rots waar de anderen op haar lagen te wachten. Nemo keek schoonheid verwachtingsvol aan. Heb je iets kunnen ontdekken? Vroeg hij gespannen. Zijn er nog meer mannen daarbinnen? De vlinder knikte somber. Ja, zei zij. Er liggen er nog meer. Maar het ziet er allemaal niet zo goed uit. Ze tilden niet eens hun hoofd op. Aan de andere kant van de hut is een klein raam. Er zit een ijzeren tralies voor. En ze staan zo dicht op elkaar dat ik er niet eens doorheen kon komen. Ik zag zes mannen op houten britsen liggen langs de muur. Het leek wel of ze allemaal diep in slaap waren. Dat moet de rest van de patrouille zijn, zei de knokker. Er is geen twijfel mogelijk. Ze worden natuurlijk allemaal door die weerzinwekkende dwerg met zijn behaarde lijf gevangen gehouden. Nemo knikte. Dat kan niet anders, zei hij. Maar in elk geval hebben we nu zekerheid. Hij wreef peinzend met zijn hand over zijn hoofd. We moeten iets doen, zei hij. En ik denk dat ik weet wat. Hij keek naar de knokker. Maar we moeten wel voorzichtig te werk gaan. Want één fout en we komen nooit meer uit de hoogvlakte. Hij voelde geen honger en geen slaap meer. Het leek hem of hij zijn vermoeide voeten niet meer voelde. Ook al had hij bijna de hele dag op de hoogvlakte gelopen. Wat gaan we eraan doen? De knokker klemde zijn grote hand om het zwaard alsof hij er direct op los wilde stormen. Want mijn landgenoten moeten vrij en liefst zo gauw mogelijk.
Ze hebben al veel te lang opgesloten gezeten. Het is niet alleen noodzakelijk dat jouw kameraden vrij moeten, zei Nemo. Het is ook nodig dat de dwerg onschadelijk wordt gemaakt, zodat hij niet meer in staat is om nog meer slachtoffers te maken. En er is volgens mij maar één methode om dat voor elkaar te krijgen. De knokker keek Nemo vragend aan. Hoe dan? Vroeg hij. Hoe wil je dat doen? De jongen glimlachte. Laat dat maar aan mij over, zei hij. Ik zal je eerst vertellen wat jij moet doen. Toen vertelde Nemo aan de knokker en schoonheid wat hij van plan was. De kracht van de dwerg ligt in zijn ogen, zei hij. Dat is ons wel duidelijk. Willen wij iets tegen hem kunnen ondernemen, dan zullen wij moeten zorgen dat hij zijn ogen dicht doet. De twee anderen zwegen. Nemo ging verder. Als hij gek is op goud, dan zal hij ook wel van iets anders houden, zei hij. En ik heb iets in mijn tas dat vele malen mooier is dan goud. Hij opende de tas en deed een greep naar de bodem. Hij haalde het kistje uit de tas en zette het op de grond neer. Wat dachten jullie hiervan? Hij opende het deksel van het kistje en nam zijn eigen diamant eruit. Het leek of de plaats waar zij zich hadden verborgen achter de rots helder verlicht werd. De knokker week achteruit van verbazing. De eerste ogenblikken kon hij geen woord uitbrengen. Toen stamelde hij. Eerst zegt hij dat hij niets anders bij zich heeft dan wat voedsel. Dan heeft hij plotseling een kistje in zijn tas. Alsof dat nog niet genoeg is, tovert hij er in agressorium een diamant uit, die ik in stukken hak. Maar als je dan dacht dat alles tevoorschijn was gekomen, dan heb je het mis. Deze diamant is alweer groter. Ben jij soms een tovenaar, Nemo? Nemo schudde het hoofd en glimlachte. Nee, zei hij. Een tovenaar ben ik niet. Hij deed de diamant weer terug in het kistje en sloot het deksel. Daarmee kunnen we de hebzucht van de dwerg opwekken, zei hij. Zoiets zal hij wel willen hebben. Dat denk ik ook wel, zei de knokker. Je zult toch zeker niet zo gek zijn om hem naar de dwerg te brengen? Dat was de bedoeling, zei Nemo. Maar maak je niet ongerust. Ik geef hem niet op de gewone manier, zoals jij misschien dacht. Hij zweeg even. Toen zei hij, wanneer de dwerg uit de kloof klimt, dat moet eens gebeuren, en de gevangene naar de hut terugbrengt, laat ik de diamant van de rots rollen. Ik zal het doen op het juiste moment. Dat wil zeggen, als hij de sleutel in het slot heeft gestoken en de deur heeft opengemaakt. Ik denk dat hij, wanneer hij de diamant ziet,
de deur, zijn gevangene en de sleutel in het slot wel een ogenblik in de steek zal laten. Deze lieden zijn zo hebzuchtig als ze groot zijn. Als hij dan naar de diamant toe gaat, is het ogenblik gekomen om hem te overweldigen. Hij keek naar de knokker. "Daar ben jij bij nodig, knokker," zei hij. "Jij en je zwaard." Hij zag dat de ogen van de knokker begonnen te schitteren. "Ja," zei Nemo, "nu kun je je zwaard op de juiste manier gebruiken. We kunnen met zo'n monster geen medelijden hebben. Als de dwerg naar de diamant gaat, zorg jij dat je achter hem komt. Ik hoop dat de diamant precies op de plek gaat waar ik haar wil hebben. Dan zul je niet veel te doen hebben. Omdat jij de grootste bent van ons allemaal, kun jij dit het beste opknappen. Ik hoop van harte dat dat het laatste is wat je met dat grote zwaard hoeft te doen." Hij keek over de rand van de rots naar de vuurgloed die uit de kloof omhoog steeg. "Ik had het liever anders gewild," zei hij zacht. "Maar ik zie in dit geval geen enkele andere oplossing." Hij keerde zich weer naar de anderen. "We kunnen niets anders doen dan rustig afwachten. Het zal wel niet zo lang duren voor de dwerg met zijn gevangenen terugkomt uit de kloof. Als je zag hoe vermagerd de man was, geloof ik niet dat hij het erg lang daar beneden zal uithouden. En de dwerg heeft zijn gevangenen levend nodig."